ben Maarten Wijn, ik ben professor aan de faculteit van de toegepaste ingenieurswetenschappen bij elektronica ICT. Mijn onderzoek bevindt zich binnen de IDLab onderzoeksgroep, waarin dat we met een team van een tiental mensen werken rond low power, communicatie en lokalisatie. We focussen vooral op lokalisatie met heel laag energieverbruik. Dus niet op heel nauwkeurige lokalisatie, maar eerder lokalisatie waar het een tracker bijvoorbeeld wordt gebruikt die geen GPS heeft, over enkele kilometers data moet gaan doorsturen, waar we echt focussen op hoe gaan we met zo weinig mogelijk data, met zo weinig mogelijk energie, toch een locatie kunnen gaan berekenen. Een extreem voorbeeld daarvan bijvoorbeeld is de mensenmassameter, waar we mensen in lokaliseren zonder dat die zelfs een device moet bij hebben. Als we kijken naar de verschillende spin-offs die we hebben opgericht, dan gaat het eigenlijk over verschillende sectoren. Als we bijvoorbeeld naar Alloxy, de laatste, kijken, dan gaat het over, is dat voor de petrochemie. Als we kijken naar de mensenmassameter, dan focussen we op steden en gemeenten en bijvoorbeeld evenementen. Maar doordat we in verschillende projecten heel nauw samenwerken met industrie en met andere partners, weten we van in een heel vroeg stadium eigenlijk al wat de noden zijn en kunnen we continu gaan kijken wat die technologie die we hebben nuttig kan zijn voor hen of dat we die moeten gaan aanpassen.